had stiekem al ja gezegd. En toen dacht ik, oh ja, voor mij is mijn vriendin na jaren. Gelukkig vindt ze leuk. Dames en heren, jongens, meiden, een hele goede morgen. Welkom in Duitsland. Vandaag gaan we iets heel erg gaafs doen. Vandaag zijn we namelijk te gast bij de 24 uur race van de Nürburgring. Dat hoor je goed. Dit is een heus bucketlist dingetje. We zijn uitgenodigd door Mini, want Mini treedt terug in de racerij. Mini gaat meedoen met de GP3 race variant. En ja, dit is dus waar wij slapen. Hier achter me is het circuit, daar hebben we gisteravond gelopen. En deze hutjes, daar slapen. Het is super vet, we slapen naast het circuit en ik neem jullie mee. We zijn vandaag en morgen gast bij de 24 uur van de Nürburgring. En hier lopen we nu een beetje bij de concurrent, maar we zijn bij AMG. Want hier staat een Project One. Oké, jongens, we lopen heel eventjes kort in het paddock. En er staan uiteraard hele mooie auto's. Hoe moet je dit zien? Deze M4, deze spec is super dik. Maar dit heb ik echt nog nooit gezien. Ik denk dat dit een soort van actieve vleugel is. Achteraf erop gezet. Dan moet je kijken. Deze vleugel kan er dus uit. Volledig carbon. Maar even serieus. De spec van deze auto is echt fucking vet. Ik denk dat de Iron Man green is. Maar de kleur groen in de zon. Dit is echt top. En dan het carbon erbij. Ik denk toch als ik een nieuwe M4 zou mogen samenstellen. Dan zou het wel zo moeten zijn. Maar daar stopt het circus niet, want kijk eens, GT Black Series, ook niet helemaal origineel, want deze wielen, volledig carbon wielen, carbon sideskirt, kijk eens wat een onwijs bruut apparaat zeg. Sorry, dit is echt niet normaal. Dit zoals carbon, dit carbon, een beetje natuurlijk het idee van Manta Racing, ik weet niet of dit Manta Racing wielen zijn, Centerlock, meer ook. Helemaal carbon, sideskirt carbon, motorcapsule carbon, dat is wel origineel. Dit is echt niet normaal. Kijk. Jongens, dit is dus oprecht geen grap. Mijn vriendin is vandaag jarig. En ze wilde gewoon helemaal met me mee. Net naar IJsland, naar de Nürburgring voor de 24 uur in plaats van de verjaardag met de lieftallige vriendjes en vriendinnetjes vieren. Ja. Droomvrouw heb je dan, hè? Ik ga over een heel stukje, jongens. Het lijkt wel een soort van zwarte klos of zo waar we zijn aangekomen. De camping, fakkels, vuurkorven, bier, alles. Dat is echt niet normaal. Het is helemaal geen auto even in de wet weer. Is dit vet of is dit vet? Dit is heel cool. Dit had je niet verwacht? Nee. Op je verjaardag? Ik had stiekem al ja gezegd en toen dacht ik, oh ja, voor mij is mijn vriendin na jaren. Gelukkig vindt ze leuk. Deze bocht is echt sick. Hier komen ze dus doorheen en hier ook, als je het kan zien, zit nog een soort van knik. Ik heb echt gezien dat de helft van de cursus tuin is niet ziet. Er zijn echt al vier keer door de tuin. Het is echt sick hoe je kijkt. Dus ik kom hier echt volle bak doorheen. En het meest bizarre is, dan zie je dus een GT4 of een TCR-auto er doorheen komen. En denk je van, nou, die gaat hard. En dan komt er een GT3 en dan zie je een klein gaatje en die gaat er echt boem. Zo tussendoor dat je denkt van, jij leeft echt niet heel erg lang, maat. De Mini. Huh? De Mini. Wat is dit?
Maar het gave natuurlijk van de 24 uur is, je kan een foutje maken, je kan blokken rijden, maar dan kan je hem ook weer oplappen. Want dat mag dus gewoon blijkbaar, ik wist het zelf ook niet. Maar als je dus inderdaad terugkomt naar de pit, dan kan je de auto gewoon oplappen. We zijn nu dus op uitnodiging van Mini Team Bulldog. Eerste keer in 10 jaar dat Mini terugkomt naar de racerij. Toen gingen ze om 7:50 van de baan af, want ze hadden even een klein klappertje gemaakt. Maar hij rijdt dus weer. Teruggekomen op het mini basecamp, jongens, hier ook nogmaals. Gebeurt het allemaal, hier slapen wij fantastisch. Momenteel 12 uur, ik denk dat ik nog een klein biertje ga doen. Dan denk ik dat ik 's nachts nog een keer mijn wekker zet, want ik vind het stiekem wel gaaf om hier nog een keertje op het lange rechte stuk te kijken, midden in de nacht. Maar wauw, wat een ervaring. Tot zover, wij gaan lekker slapen. Tot morgen. Dat is de Tim. Zo jongens, een hele goede morgen. Ik heb bijzonder slecht nieuws helaas. Er is vannacht iets gebeurd wat ik hoopte niet te mogen delen, niet te kunnen delen. De Mini is helaas gecrashed. Kijk eens wat er allemaal voor ons is klaargezet. Nieuwe M5, M5 CS. Maar deze kleur, dit is vet hé. Circuit Mall Green op de nieuwe M3. Speed Yellow op de nieuwe M4. Super dik! Nou jongens, we hebben dus nog wat anders moois op het programma. We hebben namelijk een M3 Competition All-Wheel Drive te leen gekregen. Dus dat is niet achterwiel aangedreven. Kan je loskoppelen. En we hebben een fantastische route zoals je kan zien. Dit is een route. Ik ben hier al een paar keer geweest bij de Nürburgring. Maar ook deze is nieuw voor mij. Dit is echt super ziek. Er is helemaal niemand onderweg. We hebben net vastgestaan naast Brinsje. Dat was part van de memo. Maar hier, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Je kunt in Nederland alleen maar van dromen, jongens. 510 pk, schoon aan de haak. De carbon fiber bucket seats, keramische remmen. Dit is echt niet normaal. En dat was waypoint nummer 1 al. Maar nu begint volgens mij het feest pas. Iedereen kijkt, Signal Green dus. Het is echt niet normaal. Wat een uitzicht. Heel eventjes weg van de race. Vluchtplaats. Hop. Het gaat veel te hard. Het mooiste is, jongens, mijn vriendin zit er ook eerst naast van, ja, laat die jongen wel lekker gaan. Ik ben het inmiddels wel gewend. €35 het rondje, 24 uur race deelname is ietsjes duurder, maar dit is echt niet normaal. Lekker! Nee, hier hebben we gisteren niet gereden, lijkt allemaal een beetje op elkaar. Kijk eens hoe onwijs vet dit eruit ziet, jongens. Strak asfalt, dwars door de natuur. En hier ook,
Wat een samenstelling. Dit is by far mijn favorietste... serieus. Dit is by far mijn favoriete samenstelling op een M3 die ik ooit heb gezien. Holy shit. Ik weet ook dat er inderdaad een M3 met vleugel vorige generatie is in deze kleur. Maar wauw, dit is echt super dik. Sigma Green, zwarte accenten, carbon, keramische remmen, interieur, beetje twijfelachtig, maar hier, dit is echt zo onwijs vet, man. Dit is echt, ik ben er gewoon in love. Wat een weg, wat een auto, dit is echt super. Ja jongens, het zit er alweer op. Onze avontuur bij de 24 uur van de Noordschleife Nürburgring zit er alweer op. Ik vond het super vet. Wat een ervaring. Mocht je ooit een keer denken van, ik wil een keer naar een 24 uur race. Dit is de race die je wil zien. Dit is de race die je niet mag missen als autoliefhebber. Het is zo bizar wat er hier allemaal omheen leeft. Wat er inderdaad in de nacht gebeurt op het circuit. En ook inderdaad het weerverschil. Deze kant kan zonnig zijn. Andere kant regende net. En dan zie je ze vechten op slicks in regen. Het is echt een waar spektakel. Ik vond het super vet om mee te maken. Ik hoop dat jullie het een hele gave video vonden. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En zie ik jullie weer heel erg snel. Wassalam.